Even kijken. Ja. Ja. Ik weet niet hoeveel tijd ik heb. Dat is prima. Een kartje? Ik heb elke dag wat geoefend. Je hebt geoefend met deze ook? Ja. Nou, dat is al een klein voorsprong. Ik heb het ook gewoon even doorgekeken. Je hebt iets verder geoefend dan de beginsel, of dan de stelling die je moest oefenen. Van dat diagram die je kreeg, iets verder daarna. Mm-hmm. Tot daar ongeveer. Oké, nou dat is heel goed. En Aslan? Ik heb de bordjes meegedeeld. De bordjes, oké, dat is wel heel belangrijk. Ja. Ik heb hem eigenlijk bijna elke dag doorgenomen en dan wel helemaal tot hoever die er ook in de computer. Oké, dus gewoon al die tijdjes die meegestuurd werden. Het idee is dat... Goed, nou dan vraag ik aan jullie. Mag jullie gezamenlijk de eerste 6 zetten vertellen? Goed, waarmee beginnen we met deze opening? Hier. Misschien vind je op 7 wat gaan roepen. Even. 7. En welke zet komt dan? D4. Waarom is hier? Paard 6, ja. Zwart valt op heel aan in het centrum. Paard 6. A6. En weet een van jullie hoe deze opening heet? Nou, roep maar. De Night Off. Ja. Het Siciliaanse, nu heet het de Night Off variant van het Siciliaans. En het is eigenlijk de Siciliaanse opening die bijna altijd het meest wordt gespeeld op het hoogste niveau. En er zijn meerdere zetten die hier tegenwoordig gespeeld. En welke set gaan wij vandaag bekijken? Loper G5. Het staat ook wel bekend als de scherpste set waar je het meest het snelste gaat aanvallen. En waar je ook wel vrij veel vooruit je hoofd moet. Ik heb hier ook een boek bij me. Dat heet E4 tegen het Siciliaans. Deel 1. En het is geschreven door Parimarjan Negi. Misschien kent een van jullie hem. Als je hem niet kent, is het geen probleem. Het is een speler uit India. En hij heeft een rating van 2670, iets in die richting. Dus hij zit wel in de top 100 van de wereld. Maar op een gegeven moment heeft hij besloten om wat minder te gaan spelen, te gaan studeren. Maar daarnaast wou hij ook een boek schrijven, dan heeft hij dit boek geschreven. Dat gaat alleen maar over deze set. En het is ook een heel goed boek, hij analyseert het ook. Nou, als je later een stukje beter bent en je gaat ook echt de openingen bekijken. En toevallig, wil je deze bekijken, is het een hele goede om het boek aan te schaffen. En hoe hij verder niet analyseert, laat hem zo wel even rondgaan, dan kun je er even kort in varen. Maar bijvoorbeeld hier zo zie ik al Z27, dus je ziet al, het gaat heel erg ver. Goed, weet ik ook niet allemaal uit de hoofd, hij waarschijnlijk ook niet meer. Maar je ziet dus dat het wel heel erg uitgebreid is. Dus voor de meeste mensen is het weer van, wow, dat weet ik niet. Zover kunnen wij vandaag al niet komen. Dus ik ga jullie de basisideeën laten zien. Ik zal het boek ondertussen wel even door laten gaan, dan kun je er even inbladeren en als je het leuk geweest vindt, dan kun je doorkijken. Kijk, voor degene die, jullie hebben allemaal wel een paar keer doorgekeken, gehoord. Welke set wordt hier dan het meest gespeeld door Zwart? E6. Dit is hier ook een met zo'n Ja, E6. Oké, en ook, is er nog een andere set die hier regelmatig wordt gespeeld? Paard B, dus Dus E6 is de set die het meest wordt gespeeld. En de andere set die nog regelmatig wordt gespeeld is paard BD7. Het grappige van paard BD7, weet iemand de naam ervan? Oké, het heet, alle openingen hebben vaak een hele, een Engelse naam of weet ik veel wat. Maar deze heet de verbeterde list. Een list, dat weten jullie allemaal wel. Dat is gewoon, moet je zeggen, moet een list bedenken om iemand in front te komen. En het is dus gewoon een Nederlandse naam, het is ook bedacht door een Nederlander. De speler zelf heeft een rating van 2200, best wel een goede speler. Maar door een aantal andere Nederlanders is deze set heel erg populair geworden. En de set die het meest wordt gespeeld is E6. Nou goed, hier kan ik eerst nog even een korte inleiding opgeven. En nu, hier heb je al twee keuzes. Op dame E2, die stond niet in het bestandje wat Marijn had gestuurd. Dat komt omdat de set die het meest gespeeld wordt is F4.
Nu zijn jullie nog allemaal jong. Dus en nu heeft Zwart heel veel opties. Meestal in deze open. Loper E7? Ja, Loper E7 is de meest oude van de. Oké, we kunnen wel even kijken naar de opties die jullie kennen. Er zijn er, kijk, 1, 2, 6. Er zijn er zo'n 6. Goed, we hebben nu Loper E7. Dat zijn nog meer zetten die voor zwart hier die heel logisch zijn. De meeste zijn niet zo goed. Paard BD7. Dus hebben we Loper E7. Paard BD7. Dat zijn trouwens voor volgende meer 7, denk ik. Kartje? Loper D7. Loper D7. Hij zou wel kunnen, maar het is niet een van de meest gespeelde zettingen. En dat heeft ook een reden, maar daar komen we zo meteen op zoek. Dame D7. Wat zei je? Dame D7. Dame D7 is ook niet een van de meest gespeelde zettingen. Het nadeel van de dame D7 is dat je je dame, en je laat zowel je loper als je paard, willen misschien wel naar D7 nu blokkeren dat geld op de dame. Veronique? Dame B6. Dame B6, ja, dat is misschien wel de meest populaire zet. Zwart valt meteen de pion aan op B2. En vaak wordt hij ook geopperd. Daarom wordt hij vergiftigd op de pion. Dame C7. Ja, dame C7 is een andere. Dus nu hebben we loop E7, paard BD7, dame C7, dame B6. Hebben we er nog een paar? Heeft een van jullie nog een idee? Waarom maak ik D6? E5. Oh ja, E5 komt wel vaak voor, maar niet op dit moment. Of is loper E7 ook niet? Ja, toch? Loper E7 is al geweest. Wessel, heb jij nog niet gekeken? G6? Nee. Hazes, wie zei dat? Ja, goeie. Hazes is de zet die de laatste tijd misschien wel het meest gespeeld wordt. Om dan de loper weg te jagen en meestal willen ze daar nog deze doen. Dat is een hele goeie. Hazes. B5. Ja, en B5. Dat is een hele oude zet. En dan is er nog één. Nou, ik zal het ons al vertellen. Dat is namelijk paard C6. Ja, we kunnen wel. We beginnen met de zet die het meest direct is. Zoals jullie in dat mailtje wat jullie hebben gekregen, stond op een gegeven moment ook in YouTube. Heeft een van jullie die aangeklikt? Kijk, Pieter, Sietse, iemand anders nog? Heb jij al gezien, Bessel? Wat stond er op het linkje? Weet ik niet. Weet jullie dat nog wel? De speeltijd door een partij. Ja, klopt. Ja, goed. Ja, dan hebben jullie nog een goed, ik heb loper G5 speel ik al bijna mijn hele leven. Zowel met wit als met zwart. En ik heb heel veel mooie partijen gespeeld en mooie partijen gewonnen met beide kleuren. Maar ik heb ook een paar mooie partijen verloren met beide kleuren. En een van de mooie partijen die ik won, was tegen Arthur Pijper, die een paar vrienden gezien hebben in het filmpje. En waar het in deze opening om draait, als je goed kijkt, heeft dit eigenlijk zelfs al een dreiging. De dreiging is E5. En als je slaat en slaat terug, staat een paard gepept en aangevallen. Oftewel, je gaat hier waarschijnlijk een stuk verliezen. Dit stuk verlies tegen te gaan. Ja, dat zijn dus ook de zetten van de zwart op zijn gebaseerd. H6 is even een uitstel. Een loper E7 om de penning tegen te gaan. Paard BD7. Controleer dit veld nog een extra keer. Dame C7. Dek je ook dit veld nog een keer. Daarnaast ga je ook uit de penning. Dame B6 ga je uit de penning. Paard C6. Hou je ook dit veld nog een keertje in de gaten. Dus het zijn allemaal zetten stuk voor stuk om dit tegen te houden. En de meest agressieve zet is misschien wel B5. Wat moet je daar nou mee met wit? En op B5, wat zouden jullie dan doen met wit? Pieter? E5. E5, ja. Betekent dit een mogelijkheid? Dus eigenlijk al, je valt er toch aan, maar hij wordt geslagen. Alsnog heb je een aanval met een penstuk en dan denk je, B5. Wat doet dat verder dan nog? Maar zwart heeft een hele mooie tegenzet. Je ziet Pieter alweer met zijn vinger omhoog. Volgens mij was het of dame C7 of dame D5.
Dame D5. Ah, oké, je kan nu wel zelf bedenken welke van de twee niet is. Je zei dame C7 en dame D5. Dame C7. Ja, precies, want de dame D5 gebeurt. De dame D5 heb je hier een paar nadelen bij. Dus dame C7 is die set. Ziet iemand nog het idee van deze set? Ja, dat is denk ik. Voor de pion. Ja, maar wat gebeurt als je hier slaat? Dat je dan dame E5 hebt. Ja, hier heb je dus dame E5. Je zet schaak en je valt de loper aan en er is niks meer te doen tegen de dubbele aanval. Dus je neemt het stuk win je meteen weer terug. Wat ik geschreven heb, in de jaren 50. In die partij sloeg ik. Dat was een hele ingewikkelde partij en uiteindelijk won ik hem wel op een hele mooie manier. Er zijn ook andere zetten die je hier kan spelen. Dame E2 is een veel gespeelde zet. Maar je kan ook nog paard F3 spelen. En dat heb ik ooit één keer gehad tegen, ja, wel lang geleden. Tegen het Open Nederlands Jeugdkampioenschap. Tegen een jongen die later, 2 jaar later, werd die Nederlands kampioen in de A-jeugd. Dus tot en met 20. En die partij won ik heel erg snel. Hij speelde paard D7. Toen werd ik paard E4. En toen sloeg hij hierin. Volgens mij heb ik vorige keer bij deze stelling ook al wel eens bij een paar op het bord gehad met die meerkamp trainen. Op wat wit aanzetten, hoe ben je de partij? Ja? Paard naar E5. Oké, okay, als ik hem dan terugsla. Dame kan niet terugslaan, dan is een mat D8. Ja, precies. Als je nu slaat. En dit is ook exact hoe de partij ging. Dan denk je, oh wat is hij slecht, maar 2 jaar later werd hij dus wel Nederlands kampioen. Tot en met 20 jaar. Maar goed, dat betekent ook dat iedereen er in toe verstaat. Maar E5, B5 is dus de meest aanvallende manier, maar waarschijnlijk toch niet helemaal goed. Daarom zijn ze op zoek gegaan naar zetten die E5 tegenhouden. Maar nu wil ik vandaag eigenlijk vooral de stellingen gaan, de openingen kiezen waar je leuke speelstellingen in krijgt. En niet die heel theoretisch zijn. Dus bijvoorbeeld de vergiftigde pion, als je met deze zet. Gaan we verder messen met dame D2, dan sla je daar. Dan win je de pion. Die gaan we niet heel erg goed bekijken. Ik kom nog wel op het einde aan bod. Maar ik vind het leuker om met jullie naar leuke speelstellingen te kijken. En leuke speelstellingen krijg je vooral naar paard BD7, naar loper E7 en naar dame C7. En ik wil beginnen met het kijken naar dame C7. Goed. Normaal gesproken zijn de ontwikkelingszetten die wit meestal wil doen, dame D2 of dame E3. Vervolgens wil hij lang gaan, gezondheid. En hij wil door het centrum gaan aanvallen. Hij wil eigenlijk zo snel mogelijk die E5 doen. Dat is eigenlijk zijn plan. Maar in sommige gevallen wil hij zelfs paard D5 doen. Een paardoffer. Zodat de E-lijn openkomt en dat je dan heel veel aanval krijgt op de kant. Dat is simpel gezegd dit plan. Alleen, op dame C7 is het nog niet zo'n goed plan, of niet het beste plan. En ja, misschien kunnen we dan toch beter eerst beginnen met deze, want dan is het wel het meest logische plan. In dit geval gaan we dus ons plan voortzetten. Dame F3, dame C7, dit is nog een keer lang. Het idee is om loper B7 te doen in B4, zodat je hier een pion kan winnen. Dus straks zit het ontwikkeld. D. Misschien een interessant oppertje. Tot A1. Ja, goed, B4 kan op dit moment wel, maar het is niet dat je de pion in de zwart besluit om te ontwikkelen. En nu is het daar nog geen 3. De hoofdvariant is allemaal nog theorie. En goed, in de partij voor mij speelde mijn tegenstander hier B4. En nu mogen jullie eens even kijken van wat zouden jullie hier spelen. Hier spelen. Met dit.
Die is doorslag in blijven bij mij. Ja. In principe deed zwart wel het E6. Denk even een minuutje over na en dan als je iets bedacht hebt, dan mag je over een minuut wel met je spelen. En dan de belangrijkste keuze die zwart hier moet maken is, gaat hij die vergiftigde pion van jou spelen? Of niet? Als je dat niet doet, dan zijn er allerlei verstellingen mogelijk. Dan zie je dat je het niet doet, dan zijn er ook shit. Voeg deze altijd bij automatisch lopen EDD, AARBDC en BAMCC. De oude helft van jou. Oké, goed. Hebben jullie al iets bedacht? Heel van. Ik neem gewoon een E7 te laten. Oké, nou, beginnen. Zit je wel iets bedacht? Nee? Pizza? Wel? Ja, ik denk paard D4. Paard D5 bedoel je? Ja, paard D5. Paard D5. Zijn er nog meer mensen die naar paard D5 hebben gekeken? Ja. Heb je dat niet? Ja, ik heb het al. Dat was wel jullie al. Katja, had jij nog iets bedacht? Misschien paard E2? Ja, dat kan ook. En Fadim? Ja, ik had paard E2 ook. Oké. Okay. De nadeel van paard E2 is wel dat deze pion nog maar één keer gedekt zich en twee keer is ingevolgd. Het kan misschien kun je beter E5 doen. Dat is riskant zijn. E5 is ook een zet hier zelfs. Dan heb je nog wat extreem. Maar de beste... ik kan trouwens op dit moment niet. Maar de beste zet is hier paard E5. Nou, wordt geslagen. Nu heb je twee opties. Je hebt de E5. Ja, heel ingewikkeld. Dat leidt tot remise. Dat ga ik jullie niet laten zien. Het leukste is gewoon als je slaat. De één lijn komt open. Je ziet als zwart gaat roteren. Dan is koning wel veilig. Maar wat gebeurt er nu? Wessel. Normaal E7. Ja, je slaat op E7. Hij bent gewoon een stuk kwijt. En nou, het is toch een beetje zonde als je net een stuk hebt of het stuk aanneemt om dan meteen een stuk terug te geven. Dus kort blokkeren is niet echt een hele goede. En daarnaast heb je dit ook nog eens een dreiging. Misschien dat een van jullie die dreiging kan vinden. Misschien lopen x paard 6. Lopen slaap x 6. Is het nu nog niet. Iemand anders nog een paard 6? Volgens mij kan het. Ja, het kan wel, maar er is een beter. Maar ik zat te denken aan tolmaal E7, zodat je daarna met je toren op E1. Ja, nou, het heeft allemaal wel met. Vooral waarmee probeer, op welk stuk proberen jullie nu allemaal druk te zetten? Door hier te slaan of hier te slaan? Lopen. Ja, weet je, de koning en die lopen, die twee, dat zijn de probleemstukken. Wat kan ze? Eigenlijk is hij misschien wel vrij makkelijk. Oh ja, paard F5. Ja, nou kijk daar nog wel. Paard F5. Paard F5, gewoon een aanval op een gewend stuk. Nou, heel veel moeilijker kan het bijna niet zijn. Hier. Ja, één heeft zet hem op de dek, dus met dit paard. Om die pion te slaan. Maar je ziet ook meteen dat er lopen we ook opeens een extra keer aanbod. Dus je hebt drie keer aangevallen, twee keer gedekt. Dan gaat het dus. Gaat er dus aan. Dus we hebben wel een serieuze dreiging. En misschien klinkt het gek, maar de enige zet om dit te voorkomen is door koning D8 te spelen. Dat is echt de enige zet. Ja, je had hem uit de penning. En de grap is als je de andere kant op gaat, komt paard F5, pluim aan. Dan dekken we toch, ja. Maar nu komt de hele vervelende. Lopen maar. Oké, lopen maar 6, idee is goed, alleen ik kan nu lopen maar 6 terugspelen. Wat zou ik doen als ik, wat doe je als ik paard mag doen? Dame mag eens 7. Dus, we hebben nu een plan. Ons plan is, loper weghalen en vervolgens mag eerst nu tolmaal even 7. Goed, tolmaal is 7 kan, maar het kan nog. Lopen haar, hè? Ja, dat is het. Lopen A6. G6 mag niet meer. Dat is uit de schaak. Nou ja, goed, sla je. Die mag. En als je hem dekt, sla je met de loper, de toren slaat. Dame slaat. Ook een mat. Dus. Ja.
zwart verlies eigenlijk al. Een hele flexibele. En daardoor is de ene gezet koning D8. Grappig genoeg zijn het aantal Nederlanders. Oeps. De jonge Nederlanders zijn spelers die populair gaan. De zet die hier nog steeds theorie is en wordt gespeeld aan dit, de Spaanse zet. Schaak, dubbele aanval. Dus deze moet afgeslagen worden. Dit zat terug. En zwart speelt paard C5. Slaan van die pion is toch wel een beetje eng, omdat je moet rekening gaan houden dat er een keer een lopen naar E4 toe komt. En nu kan je je toren verliest. Ja? Nee, ik dacht dat je lopen. Je kan toch loper maal F6 en als je dan terugslaat, ja, dan kan je loper E4. Mijn paard maal. Ja. Hij slaat inderdaad met een paard 2. Oh ja. Klopt. Maar als we nu naar de stelling kijken, de zwarte koning staat in het midden, die staat wel een stuk achter. Ja, die kunnen ook een pion snatch van een G7. Ja, precies. We gaan nu deze pakken. De toren gaat een keer weg. Komt hierheen. Ja. Pak je F7. Nee, ja, het is misschien beter als die toren naar F8 gaat. Ja, oké, okay, misschien is het. Als je nu naar hierheen gaat, dan heb je alweer een gemeen zet. Toren maar E7, koning maar E7, toren E1. En dan zet later verlies je het paard. Zijn kwaliteit achter. Zijn koning zit helemaal in het midden. Waarom zou je dan die toren G8 doen? In plaats van de toren. Ja, dat is ook een goede vraag. Maar goed, jullie zien dat dit wel goed is. Zwart, als je niet voor wit, als je het niet ziet, of als ik te snel ga, moet je gewoon vragen stellen. Of als het te snel gaat, mag je ook zeggen, Nico kan het iets los ontslaan. Die kan inderdaad ook naar G8, dat is een goede. Maar nog steeds, ja, je valt die loper aan. Er zit heel erg veel dreiging in de stelling. En dat maakt terwijl je een stuk achter staat. Dus ja, die pion die mag niet geslagen worden. Paard C5 werd gespeeld. Het is niet geslagen. Paard moest weg omdat klaar aangevallen stond. En toen kwam de loper aan 4. Lijkt een hele gekke set. Maar hij valt eigenlijk nu de pion op G7 aan. En die is niet op een hele goede manier te dekken. Bijvoorbeeld speel je toren G8. Dan lopen we maar zeven. Ja, precies. Toren moet je weg en dan kan je de pion wel pakken. Ja, klopt. Ja, als je nu slaat, dan is de beest opeens twee keer aangevallen. Ook twee keer gedekt. Maar wel door de dame en koning. Desmond zat de toren al. Zat de dame aangevallen. Dat is niet zo erg. Nou, hier heeft zwart heel erg veel problemen omdat ze daar mee weggaan. Vinden je daarna ook een afgelopen? Ja, precies. Ja, dus ook deze hangt daarna. Die is echt verschrikkelijk. Dus hij kan niet teruggeslagen worden. En ja, de toren zou weer weg moeten. Er zit al best wel veel theorie uiteindelijk achter. En nou goed, in die tijd mijn tegenstander kende niet en die speelde toen G6. En nu zit er een kleine combinatie in. Gezien de tijd zal ik hem maar gewoon even laten zien. Dan hebben we toren maar E7. Dame maar E7. Toren 1. Als de dame weggaat, nou, dat zien jullie allemaal, dan doe je. Maar 6 schaak en je wint die. En dan sta je er dus al een stuk voor. Dus wat speelt zwart hier? Dame maal 1. Ja, oké. Okay. Ja, als je dame maal 1 doet, zou deze nog steeds aangevallen. Je gaat hem niet op een keer dekken. Dus daarnaast sta je wel vrij veel materiaal aan. Paard E6 doen. Ja, ik hoor naar de goede. Paard E6. Je blokkeert de filosofie is ook voor mij op en nu komt dame G5. Dame G5 zou ik het niet doen, want dan ben je wel je dame kwijt. Ik hoor je daar al de goede zet, F5. Aanval op een gepend stuk. Je kan hem wel slaan. En nu, wat was dan je idee?
Lopen maar en 5. Zijn er nog andere ideeën? Wessel? Dame G7. Maar dan word je opgeslagen. Oh. Nee. Nee, ik dacht. Nee. Wat daar zeg maar wat je dacht? Nee, ik dacht. Dame. Nee, 5, maar hij wordt gewoon geslagen. Ja. Maar er is nog een andere hele goede zet hier. Nee, dus dat is hem ook niet. 2-7, hè? Nee, laat ik gewoon nog heel veel rustig maar. Ik denk dat. Paars gaat gaan. Dit is een zet. Nou, paard en 5 doe je trouwens, lopen maar E7, dan is het met schaar. Maar je kan nu, die koning staat in het midden, al die stukken staan wel redelijk klaar. Die dame verdedigt heel erg goed. Dus je moet die op de ene manier zien weg te lopen. Lopen maar F6. Yes. Daar laat dame maar op D6. Ja, dan moet hij je slaan. Dame maar D6. Koning E8, ja, goed, ga je naar C8. En die schaar en mat. Zwart heeft maar één optie, dus naar E8. Maar nu is het toch wel zo. Je staat ondertussen staan een toren achter. Maar we moeten nog één schaakje geven. Als we dat kunnen doen, dan zijn we binnen. En ook eindspelen. Maar goed, hoe gaan we weer verder? Zie je het veel niet? Ik dacht dame D7. Dame D7. Kan. Het nadeel is wel dat de koning opeens weg kan lopen. En als je hier staat, kunnen we hem niet zoveel schakels meegeven. Schaak geven is wel iets te vroeg. Dan moet je nou met wit doen. Het liefst wil je weer... C7 dan. C7, juist. Dat is een hele goeie. Want wat is het rijp op? Doe E6. Ja, je wilt ook promoveren. Dame C6. Ja, maar bij dame C6, bijna. Dan kan ik nog net naar E7 toe. Dat snap ik toch weer. Denk ik meteen niet hoor. De rijding is iets moeilijker. Het is namelijk, ik moet even naar de andere kant lopen, anders komt het niet. Oh, lopen we maal A. Lopen we maar A6. En nu hebben we twee dreigingen. Namelijk, lopen we bij 5 in de mat. Dus daar moet dan echt wel iets tegen. Andere dreiging is ook dat we een nieuwe dame kunnen halen. En dat we nog steeds heel veel aanval hebben. En dat is... Nee, het is niet. Ja, je kan wel slaan. Ja, maar als hij niet slaapt, dan... Ja, klopt. Hij kan niet minder slaan. Ja, dus stel voor, nu is in deze stelling is wit nog een nieuwe dame en dan gaat hij ook nog. Deze. Dus die dreiging is best wel sterk. Ja. Zwart kon nog wel een soort van een verdediging. Namelijk dame H6 schaak. Nee, mag niet. Koning B1 en dame F8. Oh. Dus hoe kan wit nu een soort van toeslaan? Dame. Oh, torenmaal E6? Juist, torenmaal E6. Pakken. En dan? Dame. Oké, de enige zet is die. En zeven dame of toren. Ja. De koning ging weg. Nu moet je even oppassen dat je niet heel gierig gaat denken. Ja, mat achter paaltjes. Wat gebeurt er dan? Mat achter paaltjes. Precies, dus daar moet je nog wel even voor oppassen. Dame. Oké, de partij is natuurlijk. Ja, in schaak. Daar, in uw seizoen ging. Weinig ging, kon hij hier te staan. Als jij de raad begon hier lang na te denken, half uur, hè? Hierheen gelopen. En toen deed ik A3. Ja, nu heb ik mat achter de paaltjes verdedigd. Ik val deze pion aan. Ik val de toren aan. Dus hij haalt de toren weg. Die val als jij de raad. Ja. Ik sloeg hier en op een gegeven moment ben ik vrij makkelijk partij, want de koning is nog steeds open. En ja, je hebt heel veel pionnen tegen de kwaliteit. Dus zelfs als je dames redt, zullen de pionnen, ja, je gaat deze winnen. Je gaat vervolgens al die pionnen heel erg snel doorlopen. Dus een paar zetten later won ik toen de partij. Dus jullie kunnen wel zien dat opeens met een paar D5 of de hele stelling open gooien. En als je er maar voor zorgt dat je dreigingen blijft houden, dan kun je toch een hele mooie partij doen. Gaan we even terug.
weer naar de zinstel. Eén voorbeeld moet zijn laten zien. Oké, goed, het staat weer op dezelfde manier. E4, paardje, paardje. Paardje 6, paardje 3. A6 en loop in 5. Nou, goed, dan gaan we weer verder met de zet E6. F4 komt. Nu doen we daar met C7, dus op een iets andere manier. En hier gaat de wit het ook op een iets andere manier aanpakken. We zagen dat hij het heel erg scherp ging spelen. Maar nu willen we het eigenlijk iets rustiger gaan aanpakken. En de zet die wit hier eigenlijk speelt is lopen een keer F6. Nou, nu moet ik terugslaan. En hij gaat gewoon heel rustig verder. Dame D2. C6. Laten we elkaar aan. Lopen D7. De koning B1. Kort probeert ook lang. En je speelt F5. Nou, mogen jullie heel even naar deze stemming kijken. En bedenken wie je fijner vindt staan. En wat. Krijgen jullie al een minuutje voor. Maar dat klopt wel. Dan maar 4. Naar zwart doet. Maar G5, H5, paard even. Ik zie al een paar flink met een hand. Ja, goed, heeft iedereen bedacht wie die fijner vindt staan en waarom? Wat een beetje een plan is. Heb jij al iets bedacht? Ja. Wie zou jij hier zijn? Dit. En waarom? Omdat je eigenlijk zowat alle rollen ontwikkelt en je kan eigenlijk naar heel veel toe. Ja, maar wat is je aanvalsdoel hier eigenlijk? Vroeger maal heeft het gedaan. Die pion denk ik. Die pion dan? Die op E6. Kijk, heeft iemand er nog iets aan toe te voegen? Of was het trouwens iemand die niet voor zwart zou zijn? Ja. Ja? Ja. Er valt ook nog wel wat voor te zeggen. Iemand anders? Nou, ik had nog iets. Wit die heeft ook veel meer ruimte, zwart staat heel erg vast. Ja, wit kan eigenlijk overal naartoe. Ja, de witte koningszang staat iets beter. Je moet toch net daar staan lopen van zwart. Die kan niet naar de F-lijn, die wordt geblokkeerd op T6. Ja, klopt. Dus eigenlijk, zwart heeft het loopbaar, maar wit heeft veel meer ruimte. Okay, en hij kan al valt op dit spitsje aan de kant zetten. En daarnaast? Het verschil is dus, hij heeft deze loper, dus G5, wel een hele goede verdediger trouwens, en dit heeft het paard. Ja. Verder val je aan op de pion. Als we nu kijken naar bijvoorbeeld wat je graag wilt, is dat hij E5 speelt. En waarom willen we graag dat onze tegenstander E5 speelt? Dan wordt het heel dicht, de paarden zijn beter als de stelling. Klopt, het wordt dicht en de paarden zijn beter, maar er zit nogal een reden bij. Dan kan je paard D5 doen. Ja, paard D5, dat kan zelfs meteen. Maar je ziet al, dit wordt een heel erg sterk veld voor wit. En als we nu eens gaan tellen, dat is soms heel erg gunstig, heel slim om te doen. De strijd in de partij nu, als je E5 speelt, gaat om veld D5. En welk stuk zou je het liefst op D5 willen hebben? Ja, roep maar. Paard. Oké, okay, en als het een paard niet is, welke dan? Dame. Loop. Ik ben het ook eens met lopen. Je wilt eigenlijk het liefst het stuk wat het minst paard is. Dus heb je alleen nog maar torens en dames, wil je het liefst een toren hebben staan. Heb je alleen nog maar bijvoorbeeld een loper, nou heb je het liefst een loper staan. Heb je je paard en lopers, dan hangt het er een beetje vanaf. Heb je alleen nog maar paarden en torens en dames, dan wil je paard. En ik denk dat hier inderdaad een paard het liefst. Maar een loper is ook heel erg goed. Nu gaan we vervolgens eens tellen. Hoeveel stukken, we gaan naar de lichte stukken kijken, dus naar de paarden en de lopers. Hoeveel stukken van wit kunnen er op D5 komen?
van de lichte stukken, de paarden en de lopers. Ja, wat zo? Allemaal, dus alle drie. Dus deze twee paarden, deze kan op twee, deze op drie manier, en de lopers via 7. Dus dan kunnen alle stukken kunnen op D5 komen. En die van zwart? Hoeveel stukken van zwart kunnen er op D5 komen? Of in ieder geval D5 verdedigen? 2. En wat, welke niet? De loper op F8. Ja, deze gaat nooit hier komen. Wat gaat dat dus betekenen? Dat? Dat wit meer met een hoger stuk moet dekken. Ja, dat zou zelfs kunnen dat hij misschien een toren moet gaan offeren voor een stuk. Maar het komt inderdaad ook op neer dat wit in ieder geval een stuk op D5 gaat krijgen. Dus E5 zou hier positioneel een hele, hele grote fout zijn. Dus waar zou de partij op dit moment om gaan? Wit gaat juist nu heel zoveel druk opvoeren op E6, dat uiteindelijk zwart een keer E5 moet spelen. Dit echt moet doen. En dan heb je veld D5 voor al je stukken. Zwart aan de andere kant wil juist niet dat hij E5 moet spelen. Dus zwart gaat er alles aan doen om E6 ook goed te dekken en verder misschien wat stukken te kunnen houden. Er zijn nu twee manieren voor zwart om verder te gaan. Eén zet is koning B8. Andere zet is H5. Ja, daar wou ik deze partij ook laten zien. Deze partij is gespeeld tussen twee grootmeesters in Groningen in 1993. Dat is 23 jaar geleden. Nog voordat ik zelfs geboren was. Maar toch is het echt een, als je hem door de computer haalt, een hele briljante partij. Speelt wit, maakt wit geen enkele fout. Leuk is ook dat de partij vrij onbekend is, dus dat ik er ook ooit wel eens een keer gebruik van kan maken. Goed, dit slaat hier. En op houdt, druk houdt hij er vanaf. Westpunt, even kijken. Dame F2, hij valt een pion. Nou, wat is de logische reactie? Je gaat hem dekken. En hoe gaan we hem dekken? Loper G7. Loper G7 dan? Na de verloop op G7 is wel dat B6 zwakker wordt. Dus loper E7 is toch de zet die het meest gespeeld wordt. Nou, het valt nog niet meteen iets aan. Wat we gaan zien, als je A4 speelt, is dat je meteen deze pion aanvalt. Zelf voor wit is aan zet, wat doe je dan? Maal A5. Ja. Ik doe B5. Nou, je staat terug en nu doe je lopen maal B5. En nou, de koning staat op C8. Hij heeft geen enkele pion meer voor zich staan. Alleen nog de dame. Je ziet, het lopen valt aan.